Om een beetje een beeld te geven van hoe ziet ze er dan even uit, heb ik hier een voorbeeldje gedaan voor een standaard wateranalyse van Vitens, pompstationnetje Olde op Paden. Nou, die rapporteren dit op deze manier. Dit zijn de parameters. U hoeft het niet te lezen, maar u kunt zich voorstellen, die zijn een hele aantal parameters. En dan geven we het minimum van, het gemiddelde van en het maximum van een aantal keren dat we dat gemeten hebben. Als u een geel vlekje ziet, nou, dat zijn de gegevens die we ook in Freak kwijt kunnen. Als we een groen vlekje zien, dan zijn dat gegevens die Freak voor ons netjes uitrekent. Dus ook in zo'n analyse worden die dingen uitgerekend. En die paarse dingen is helaas, ja, dat zijn geen chemische elementen. Bacteriën doet Freak niet. Dus alles wat... En allerlei microcomponenten van hele dunne chemische componentjes die er in de duizendste nanograms aanwezig zijn, daar gaat Freak niet over. Freak gaat over de macrochemie. En dan heeft hij nog een aantal deze donkergele. Die zitten als element niet in de standaard database Freak.dat. Daar is wel weer een uitgebreidere database van, kun je ook gebruiken. Maar daarvan zijn de chemische evenwichten dus minder, wat ze zeggen, goedgekeurd door de hele wereld dan de andere. Over het algemeen zullen we daar in drinkwaterland helemaal geen last van hebben. Want we zien deze componenten wel als, laten we zeggen, aanwezig. Maar dan hebben we het hier over gehaltes die niet echt interessant zijn. En als ze wel interessant zijn, kun je daar gewoon weer een database voor gebruiken die daar wel die componenten in zit. Zeg jij nou, als je die gele elementjes die je gemeten hebt invoert, ja, dan berekent het programma die groene. Ja. En dus die groene hoef je dan eigenlijk niet te meten. Nee, deze groene zijn ook meestal niet gemeten. Want als hier een SI-waarde in staat, dat is ook in het laboratorium berekend. Als daar een CO2-waarde staat, dan kan ik je verzekeren, zij meten dat niet, zij berekenen dat. De totale hardheid is een typische berekenparameter. Sommige, er zit een verschil in. Geleidbaarheid is een typisch component, dat kun je berekenen. Nou, dat doet Freak C ook. In het laboratorium wordt die meestal gemeten. Nou, wij gebruiken dan dus feitelijk, dat laat ik zo meteen wel zien, dat die component, wat is er gemeten en wat is er berekend, klopt dat een beetje? En dan heb je een controle van je analyse staan. Dit is gewoon 100% de code. Hoe voer ik dit watertje over op paden in Freak in? Solution 1, paar eenheden en gewoon getalletjes. Klaar. Ik ga het u niet leren, maar zo doet hij dat. Nou, en hier zie je dus iets van, nou, in een Excel sheet kun je natuurlijk een aantal dingen meten en inzetten en de berekende waardes terugkrijgen. Dat kun je in Excel doen als je die berekende waardes geeft. Dan maak ik één uitstapje. En dat is een belangrijk element waarom Freak nooit wordt of nagenoeg niet wordt gebruikt bij de waterbehandeling. En dat heeft sterk te maken met het hele stikstofevenwichten. Freak C is heel elementair daarin en die zegt gewoon wat is de kinetische formule, wat is de stabiele situatie als ik hoog in het zuurstofgehalte zit, en dat zie je hier. Wij hebben altijd wel een zuurstofgehalte van een paar milligram per liter. Wij hebben dus altijd een PE-waarde tussen de 13 en de 15. Bijna overal waar we dat tegenkomen. Alleen heel diep in de ondergrond komen lagere waardes voor. Met een pH, met een PE-waarde rond de 13, dan zeggen we, nou, dan is alle stikstof is gewoon als nitraat aanwezig. Nou weten wij dat je wel degelijk stikstofgas opgelost kan hebben. We weten ook zeker dat je allemaal ammonium kan gaan hebben. En Freak zegt, nou, dat evenwicht dat ligt gewoon zo. En wij gaan ervan uit dat evenwicht is ook bereikt. Dus alles wordt omgezet naar nitraat. Nou, dat gebeurt in de tijd die wij onszelf gunnen, gebeurt dat niet. Dat gebeurt nog wel in die duizenden jaren die zij in de ondergrond hebben. Maar die paar minuten die wij in waterbehandeling hebben, gaat het allemaal niet gebeuren. Dus wat hebben we daarvoor gedaan? Eigenlijk hebben wij dus de ammonium en de stikstof, die hebben wij als inerte stoffen gedefinieerd. Die gaat dus niet automatisch over. Die kun je er wel weer laten reageren. Maar we hebben ze dus inert gemaakt, zodat ze niet automatisch allemaal alles naar nitraat omgezet wordt. Nou, dan krijg je dit soort verdelingetjes van ja, ergens bij een pH tussen de 6 en 7 gaat nitriet over naar nitraat. Een verhouding die jullie allemaal in de waterbehandeling wel kennen. Want meestal niet hier, komt bijna niet voor, want als er een beetje zuurstof bij zit, wordt het eigenlijk ook alweer vrij snel omgezet naar nitraat. Om je daar nog een aantal voorbeeldjes van te geven. Als grafische mogelijkheden ter illustratie komen we allemaal later nog wel op.
Hier zie je dan een voorbeeldje van hoe evenwichtslijnen er zitten. Van als ik hier mijn hardheid uitzet en de pH, wat is dan het evenwicht en hoe ver zit de SI daar omheen? Dit is feitelijk de Tillmans-curve die ik gebruik om normen en zo uit te leggen. Van waarom moet je inderdaad, waarom is het zachter water zo gunstig? Omdat je gewoon hoger in je pH kan distribueren. Hier zien we een kinetiek proefjes die ik dacht ik nog gemaakt heb in de periode dat ik met Jink aan het stoeien was. Wat is de lossnelheid van calciumcarbonaat? Nou, dit is het neerslag van calciumcarbonaat, ook een student die we daar de onderzoekjes mee deden. En hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van, zeggen we, nou, als dit de evenwichtslijn is en je hebt verschillende methodes om te gaan ontzuren met ontgassen of met dosering van bicarbonaat, hoe gaat dat naar het evenwicht toe? Ik ga dat allemaal nu niet behandelen, maar het geeft een beetje aan. En diezelfde lijn zie je dan hier ook aan van die evenwichtslijn. Dit is het afzettende gebied, dit is het agressieve gebied. En hoe liggen de evenwichtspunten bij de verschillende behandelingsmethodes? Hoe ver zijn we daar nu mee? Want dit is eigenlijk, ik ben bezig in een project voor Walter van der Meer. Heb ik daar een jaar voor de tijd gekregen om dit te gaan doen en dus voor het onderwijs beschikbaar te krijgen. Daar hebben we dit boekje inmiddels voor gemaakt. Er is een website van, voor in het kader van ons Open Courseware programma waar dit allemaal beschikbaar is. En daar ontwikkelen we dus op het ogenblik de volume 2 en 3 voor. Dat is eigenlijk gewoon de Excels voor waterbehandeling en wat kinetiek zaken daarvoor. En mijn project die hoort een beetje te eindigen in de zomer van 2012. Dan hoop ik dat ik voldoende mensen heb opgeleid in het gebruik van Freak. Dat die ermee bezig zijn geweest en dat we die in de zomer van 2012 allemaal eens kunnen uitnodigen. En zeggen van nou, wat heb je daarmee gedaan? Wat zijn jouw ervaringen daarvoor mee in de uitwisseling van mensen die daarmee gewerkt hebben? En om een beeld te geven van nou, waar denken we dan zo'n beetje aan? Ik heb het net al aangegeven, ja, in al deze behandelingsprocessen in drinken en afvalwater, daar leent Freak zich uitstekend voor om daar de sommetjes mee te maken. En dat hoop ik vandaag een deel van te kunnen zien. En als je er dus meer van wil weten, dan is dit de Open Courseware website daarvan. En dit was de eerste inleiding. We hebben nog niks hoeven doen, dus... Dus ik hoop dat er niet veel vragen zijn, want dat gaat allemaal van onze netto rekentijd af.